De heer Asscher heeft vanuit de oppositie aangegeven op welke andere manieren je het geld zou kunnen uitgeven. Wat dat ongeveer betekent. Ik heb niet van de rest van de oppositie gehoord dat dat de manier was om dit uit te geven. Bij lange na niet. Dus als de minister-president nu suggereert dat er bij de oppositie het idee was om het meteen uit te geven en dat de hele oppositie dat wilde, dat is niet juist. Ik loop een stukje met de minister-president mee en mijn vraag aan hem is: wat kost nou het niet afschaffen van de dividendbelasting aan banen? Nou, voorzitter, dat zullen we moeten bezien. We zullen moeten bezien hoeveel bedrijven die wellicht zouden hebben besloten in Nederland te komen dat niet doen. Dat zal altijd moeilijk meetbaar zijn, maar dat zal de komende tijd moeten blijken. We zien nu wel dat het Nederlandse bonusbeleid, en dat steun ik als kabinetsbeleid, hè, dat we de bonuscap ook hebben voor bedrijven die niet onder het depositogarantiestelsel vallen. Je ziet nu al dat het betekent dat de financiële instellingen niet voor Nederland kiezen. Ja, dat is een gevolg, van een besluit. Ja, maar dat is dus een zichtbaar gevolg van een politiek besluit wat de Nederlandse politiek heeft genomen. Ik verdedig dat besluit. Daar gaat het vandaag niet over. Ik probeer, ja, voorzitter, misschien is het toch handig. Ja. Dan luister ik zo weer naar de heer Asscher. Dat is het gevolg van een besluit wat je met z'n allen politiek op een gegeven moment neemt. Waar ook breed draagvlak volgens mij voor is in deze Kamer. Om die bonuscap er niet af te halen. Ook niet voor bedrijven die onder het DGS vallen. De komende tijd zal moeten blijken hoe groot het risico is wat we lopen in een paar van de grootste Nederlandse ondernemingen. Wij zullen er hard voor werken en we hopen ook dat dit pakket eraan bijdraagt. Het pakket is dus ook geen alternatief met hetzelfde doelbereik als het afschaffen van de dividendbelasting. Het is op een andere manier besteden van het geld dat vrijvalt door het niet afschaffen van de dividendbelasting. Zodanig dat het ten goede komt, breed aan het bedrijfsleven, klein en groot. De heer Asscher. Voorzitter, dit is toch geen manier van het land besturen? Je gaat toch niet van tevoren zeggen, ik neem een maatregel, ik heb geen idee hoe dat precies uitpakt, ik ga achteraf meten. Ik vraag aan de minister-president, en mensen kijken gewoon mee in het land, wat is nu de inschatting geweest? Zit dat tussen de nul en het oneindige? Of heeft de minister-president nagedacht en met hele slimme mensen om hem heen uitgerekend op hoeveel banen het ongeveer gaat? Dus wat lopen we nu mis, of wat krijgen we erbij, of wat gaat er in de toekomst gebeuren? Neem maar nou eens ons mee. Nou, voorzitter, volgens mij hebben we dat ook heel uitvoerig besproken nog bij de algemene beschouwingen die ochtend. Dat de risico's die het kabinet ziet, waar het gaat om het Nederlandse bedrijfsleven, vooral dat deel van het Nederlandse bedrijfsleven wat zich ook oriënteert op Engeland qua vestigingsplaats of daar gedeeltelijk ook zit. Plus de bedrijven die voor de keuze staan, waar gaan we ons vestigen? Ook vanwege een brexit, hoe pakt dat uit? Die brexit heeft minder effect op bedrijven als Unilever en Shell, want die zijn zo groot, die werken wereldwijd. Maar er zijn veel iets kleinere bedrijven die wel degelijk zeer gevoelig zijn vanwege brexit om zich opnieuw af te vragen waar gaan we ons vestigen. Dat weten we uit alle contacten die we hebben. Ja, daar kan ik verder ook niet openbaar over praten, maar natuurlijk weten we dat er bedrijven in geïnteresseerd zijn. Waar zullen we gaan zitten? We weten in ieder geval op dit moment dat de financiële instellingen, maar dat heeft met iets heel anders te maken, niet in Nederland komen. Ik denk dat het belangrijk is voor Nederland dat we proberen om zoveel mogelijk van de geïndustrialiseerde ondernemingen die zich afvragen waar gaan we ons vestigen hier wel naartoe te halen. Dan weten we dat het afschaffen van de dividendbelasting een belangrijke negatief element wegneemt. Nou, dat besluit nemen we nu niet, dus daarmee nemen we een risico. Is het onaanvaardbaar? Ik hoop en verwacht dat we met het pakket wat er nu liggen zoveel mogelijk dat verschil tussen risico en onaanvaardbaar risico kunnen wegnemen. Voorzitter, het blijven bij een kwalitatieve inschatting. En ik vraag de minister-president gewoon eens ook cijfers te noemen. Om hoeveel cijfers gaat het nou? In beginsel had hij het over 2 miljoen, de structuur van onze economie. Blijkt allemaal niks van over te zijn. Dus mijn vraag toch aan de minister-president, bij benadering, om hoeveel banen gaat nou die afschaffing van dividendbelasting? En om hoeveel banen gaat het als we deze maatregelen nemen? Nou, voorzitter, die discussie hebben we natuurlijk uitvoerig gehad bij de algemene politieke beschouwingen in september. Toen heb ik daar ook op geantwoord dat het precies op exact aantallen pinpointen van wat is het effect van een belastingmaatregel bijna onmogelijk is. Maar wat je wel weet, en dat zie je op dit moment ook, wat de gevolgen zijn van beleid. En die gevolgen van beleid zijn zichtbaar. En wij hopen dat die niet zichtbaar gaan worden op het punt van het niet laten doorgaan van de afschaffing van de dividendbelasting. Tot slot. Voorzitter, tot slot. Ik krijg wel geen antwoord op mijn vraag. Kennelijk zijn er cijfers, kennelijk zijn er bedrijven die geanalyseerd zijn, die een kans hebben om te komen of om hier te blijven. En de minister-president wil dat gewoon niet delen. Ik ben gewoon heel benieuwd naar om hoeveel banen gaat dit nou? Ja, voorzitter. We werken toch niet in een isolement. We werken toch in een situatie waarin op dit moment grote veranderingen in de wereld gaande zijn. En brexit is daarbij een zeer relevante ontwikkeling. Dat raakt minder aan een bedrijf als Unilever en Shell, omdat die zo wereldwijd opereren. Maar er zijn natuurlijk kleinere ondernemingen, maar wel zeer relevant, ook in omvang, die nu ook voor de vraag staan, blijven wij in Engeland of niet? We hebben allemaal kunnen volgen in de Britse pers de discussie in de Britse auto-industrie en zoveel andere industriële sectoren. Van kunnen wij dadelijk, met alle risico's van brexit, ook als het goed gaat,
Maar dat toch een veel grotere afstand komt tussen het VK en de Europese interne markt. Kunnen wij dan gevestigd blijven in Engeland? We zullen dat moeten afwachten. Feit is dat een van de doelen van het afschaffen van de dividendbelasting erop was gericht om juist ook dat soort besluiten in een goede richting bij te buigen. En we hopen natuurlijk dat dit pakket dat enige mate ook zal doen, maar dit pakket heeft natuurlijk een veel bredere werking. Is niet specifiek gericht op het oplossen van dat probleem. En daarmee blijft er dus een risico. Voorzitter, dan zou het denk ik toch verstandig zijn om eens echt meer te investeren in het echte MKB, namelijk die paar duizend slagers, bakkers, want we weten één ding, die gaan in ieder geval niet naar Engeland toe. En dus doen we dat ook. Je moet het en doen. Je kunt niet alleen investeren in het grote bedrijfsleven. Dit kabinet investeert heel stevig via allerlei maatregelen in het onderwijs, allerlei maatregelen op het gebied van belastingen, ook in het MKB. Kijk naar wat er al in de miljoenennota zat, lastenverlichting voor het MKB, wat er nu in het pakket zit, waar het gaat om een verlaging van de werkgeverslasten. Zo proberen we het op alle mogelijke manieren binnen een klein bedrijf ook tegemoet te komen. Het zal altijd en moeten zijn. Voordat ik het woord geef, u krijgt zo het woord, de heer Klaver, wil ik toch weten hoeveel vragen u heeft. Ik heb eigenlijk nog maar één vraag liggen. Maar zoals ik u al voorspelde, zou het aantal vragen...